Dan aanstaande zaterdag, Ronde van Lombardije. Hoe voelde dat voor jou als renner? Lekker, bijna het einde van het seizoen? Dat ook, ja, dat ook. Maar ik was er in deze tijd altijd goed. Ik denk dat dat een beetje mijn bio-klok was. Is dat omdat je dan een heel seizoen in je benen hebt zitten? Of? Ik weet het niet, maar ik was altijd rond deze tijd. Ik was altijd na de Tour even wat minder. En dan ging ik me voorbereiden op het WK. En ik was eigenlijk rond WK altijd goed. En dan was Lombardije ook. En dan, ik reed altijd goed. En ik vond ook heel die sfeer in Italië. Ik koerst graag in Italië. Je hebt deze foto's dan heel slecht weer, maar deze foto ook. Maar ik vond ook de start, dat mocht in die tijd nog. Ja. Fascinerend. Ja. En dan, je startte vaak aan het meer van Como of in Varese. En het was mooi weer, een beetje dauw. Wat een aangename sfeer. Ik keek altijd naar Lombardije uit. En dan, dan was het einde seizoen, en dan zat je op het vliegtuig terug naar huis en dan sloeg je een fles wijn in je mik en dan was het klaar. Ja, Closure van het seizoen. Ja. Maar wordt dit gewoon een duel tussen twee Slovenen? Dat lijkt erop, hè? Ja. Afgelopen zaterdag was Roglic iets sterker. Die heeft nu nog een beetje het voordeel, maar Pogacar die zal nog wel een beetje groeien. Gaat Evenepoel nog wat doen? Ik weet niet hoe hij uit de veld is gekomen. Ik vind dat lastig in te schatten. Ja. Maar ik hoop op een mooie strijd. Weet je? Het is een heel mooi deelnemersveld. En dat zie je op het einde van het jaar ook niet altijd.